Arrestaties, massale politieinzet. Het is al maanden onrustig in de Nederlandse motorwereld. Hells Angels en Satu Dara staan op voet van oorlog met elkaar, zegt de recherche. Dat kan om drugs gaan, dat kan om afpersing gaan, dat kan om andere soorten van criminaliteit gaan. Maar drugs is wel een hele belangrijke en ook een hele lucratief. Totaal ondergefundeerd. Uit niets blijkt dat dat wat daar gesteld wordt ook daadwerkelijk waar is. Hells Angels en Satu Dara aan het woord over de achtergronden van hun vermeende conflict. Om dan tegen de Wanidos te zeggen van, nee, jullie zijn niet bevriend met de Hells Angels, dus jullie worden niet bevriend met ons, dat is een beetje te ver. Als je contact zoekt met die lui, dan zijn dat tegen de afspraak. Reporter over de oorlog van de Hells Angels. Plafond staat STTS. Dat betekent Satudara, tetap, Satudara. Dat is hetzelfde als Satudara voor altijd Satudara. Hier hebben we een soort huiskamer. Ja. Vaak is het zo dat onze vrouwen en kinderen ook vaak meekomen. En ze willen soms even apart zitten, even lekker rustig zitten. Kunnen ze hier op de gemak televisie kijken en een beetje rustig zitten. De familiekamer? Ja, een soort familiekamer, ja. Ja, klopt. Nou, het herentoilet. Dat is ook ongeveer zoals het moet zijn. Wat is dit achter ons? Dit achter ons is de memoriumkamer. Dat is van onze overleden brothers. Die zullen we altijd eren. En er staat ook gone but not forgotten. Met andere woorden, wel weg, maar we zullen hem nooit vergeten. Dus is altijd de eer betonen aan de jongens die overleden zijn van onze club. Wat gebeurt er hier? Ik zie een doodskist. Wat er hier gebeurt is dat als een van de jongens komt overlijden, dan zal die hier ook opgebaard worden. Satu Dara in Enschede. De motoren van de club bleven de afgelopen maanden geregeld in de garage staan. In Enschede en ook in Arnhem, Alphen aan de Rijn, Winschoten, Purmerend, Gouda, Mil, Tilburg en Breda werden motorevenementen afgezegd. Dat gebeurde op aangeven van de Nationale Recherche. Die dagen die zijn afgezet omdat wij in die periode, en dan hebben we het over deze zomer, informatie binnengekomen was dat er mogelijk gewelddadige confrontaties zouden plaatsvinden tussen Hells Angels enerzijds en Satu Dara leden anderzijds. En dat maakte dat een aantal burgemeesters met die concrete informatie hebben besloten om de dagen af te lasten. Dit is het hoofdkwartier van de Hells Angels in Amsterdam. De oudste motorclub van ons land breidt de laatste maanden uit om zich te versterken. Zo merkt de politie op. We merkten dat zij niet vasthielden aan de regels die ze voor zichzelf internationaal ook gesteld hebben. Met andere woorden, het was vrij makkelijk om binnen te komen. Ook mensen die niet over een Harley beschikten bijvoorbeeld. Of mensen die niet van plan waren om het hele traject te doorlopen voordat je een Hells Angel mag worden. Prospect tot member. Die konden binnenkomen in een vrij korte tijd. Het gaat niet echt lekker met de Hells Angels. Het gaat hartstikke goed. Alleen, je hebt wel zijn tegenslag. Het gaat goed. Het gaat goed. Prima met ons. Ja, legt u dat nou eens uit? Waarom nou ja, u dat kijk, zegt? Kijk, zoals hun zeggen van ja, de Hells Angels zijn verzwakt. Nou ja, daar moet ik gewoon op lachen. Als ik bijvoorbeeld op een clubavond wat vroeger 30 mensen rondlopen en nou 300. Nou, dan gaat het toch goed. Dan ben ik blij. Meer gezichten. Hoeveel Hells Angels zijn er op dit moment? Heel veel. Heel veel Hells Angels. Ik kan geen nummer doen, want ik weet het niet uit mijn hoofd. U houdt de tel niet meer bij? Nee. 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 Als de motoren van Satu Dara door het land rijden, ontstaat er spanning. Op 4 september willen zo'n 150 man van Satu Dara Amsterdam bezoeken. De mobiele eenheid sluit de snelweg A2 af.
De motorrijders moeten terug naar huis. Het risico was dat de Hells Angels en de Satudara vanwege een machtsstrijd die onderling speelt, dat zij elkaar zouden opzoeken en ten overstaan van iedereen en dus ook met alle consequenties voor alle aanwezigen daar elkaar te lijf zouden gaan. Een machtsstrijd tussen de Hells Angels en Satudara. Waardoor is die strijd ontstaan? De Nationale Recherche maakte er in maart 2010 een uitgebreide analyse van. Het stuk was bedoeld als intern politiedocument, maar toch lekte het uit. De onderlinge verhoudingen in de motorwereld staan er uitvoerig in beschreven. De belangrijkste conclusie, denk ik, is dat wij niet naïef moeten zijn als het gaat over deze outlaw motorclubs. Ze hebben een eigen PR, dus internationaal bekend. Dat zie je in allerlei landen in de wereld zie je dat gebeuren. Waarmee zij het beeld neer willen zetten dat zij een vriendelijke motorclub zijn. Leuke ritjes willen ze maken. En voor de rest is het een beetje het easy rider gevoel wat daarbij moet overheersen. Wij zien tegelijkertijd dat we wel heel erg veel van deze leden tegenkomen in bijvoorbeeld de georganiseerde criminaliteitsbestrijding. Het verhaal begint bij de macht van de Hells Angels. Die hadden decennia lang vrij spel in ons land. Het keerpunt is de begrafenis van Sam Klepper. Klepper was aspirant lid bij de Hells Angels. Justitie beschouwt hem als topcrimineel die betrokken is bij meerdere liquidaties. Kleppers uitvaart loopt uit op groots machtsvertoon. De binnenstad wordt afgezet voor een stoet van honderden Hells Angels. Zelfs de klokken van de Westertoren luiden. Crimineel of niet, de Oude Wester luidde vanmiddag voor Sam Kleppers en klok. En dat doet hij niet voor iedereen. Amsterdamse rechercheurs werken vanaf dat moment aan een groot onderzoek om de Hells Angels in heel Nederland te verbieden als criminele organisatie. Dat onderzoek loopt volop als in februari 2004 een drievoudige liquidatie plaatsvindt bij de Nomads. Een Hells Angel-afdeling in Limburg. Het zou gaan om een afrekening binnen de club na diefstal van een grote partij cocaïne. 14 Hells Angels worden lange tijd verhoord, maar niemand laat iets los. Het is gewoon een heel lastige zaak geweest waarvan van meet af aan duidelijk was dat men bewijsproblemen zou krijgen. En op het moment dat iedereen stijf zijn mond houdt, ja, dan kan je toch niet zeggen van wij weten zeker dat deze verdachten het gedaan hebben, dus veroordelen maar. Het kan ook best zijn dat ze in opdracht van iemand anders stijf hun mond houden. De rechtbank veroordeelt 11 clubleden wegens doodslag. Maar in juni 2007 wordt iedereen in hoger beroep vrijgesproken. Het kan niet worden bewezen wie de dader is. Het Hof heeft uiteindelijk gezegd, we kunnen niet vaststellen wie de trekker heeft overgehaald in die 3 gevallen. We hebben 3 doden, maar we kunnen niet een dader op zichzelf of daders, individuele daders, aanwijzen. En dus spreken we alle deelnemers aan de Nomad spreken we vrij, omdat we het niet op ons geweten kunnen hebben om 1 onschuldige achter de tralie te zetten. Nee. Hoe groot was de deceptie voor het Openbaar Ministerie? Buitengewoon. Er was heel veel geld ingestopt. Er was heel veel tijd en moeite ingestopt. En er lagen 3 doden. En die 3 doden zijn, de daders van die moord, zijn nooit gevonden. Daar blijft het niet bij. De poging om de Hells Angels landelijk te verbieden loopt ook op niets uit. 22 Hells Angels worden aangehouden, maar in de rechtszaak die volgt maakt het Openbaar Ministerie een grote fout. Afgeluisterde telefoongesprekken van Hells Angels met hun advocaten worden gebruikt in het strafdossier. Dat mag niet. December 2007 stopt de rechtszaak, zonder inhoudelijke behandeling. De officier van Justitie was gewaarschuwd dat die erin zaten en had kunnen voorkomen. Dat er problemen zouden ontstaan door ze uit het dossier te halen. Heeft hij niet gedaan. En de rechtbank heeft prompt gezegd, u Openbaar Ministerie bent niet ontvankelijk. U mag deze zaak dus niet meer aan mij voorleggen, omdat u zich gewoon niet aan de regels gehouden heeft. Je moet je afvragen wat je met die processen wil bereiken. En er is natuurlijk grootschalig is er ingezet door het Openbaar Ministerie. En dat heeft niet tot het resultaat geleid wat men van tevoren van plan was te bereiken. Dat kan je aan de ene kant jammer vinden, aan de andere kant zeggen van ja, nou, daarom hebben wij hier rechters. Daarom laten we Openbaar Ministerie niet in hun eentje in gang gaan. 2 tegenslagen voor het Openbaar Ministerie. Maar ook de Hells Angels zijn niet blij met het stoppen van de rechtszaak.
Als je een dossier voor je krijgt wat uit lulkoek bestaat, nou, dan kan je er wel om lachen. Denk je, kom maar op met die rechtszaak, man. Er is geen moe voor waar. En dat was ook beter geweest, want we waren van het gezeik af geweest. Nu is er een niet-ontvankelijkheidsverklaring afgegeven. En dat betekent dat het blijft doorsluimeren. De verdenkingen uit de rechtszaak blijven in procedures tegen de Hells Angels opduiken. Het Amsterdamse clubhuis staat al jaren op de nominatie om te worden ontruimd door de gemeente. De Hells Angels eisen een alternatieve locatie, maar die wordt geweigerd. Ze willen op geen enkele manier meewerken, op geen enkele manier gesprek met ons voeren. En niet tot een normale oplossing komen. Man, ik ben al jaren bezig. Ik heb voor alle commissies gestaan, Raad van State, gemeentebesturen, noem maar op. En maar ja, ze willen gewoon niet. Want u had ook zeldzame dieren aangetroffen op het terrein. Ja. Wat was er precies gevonden? Wat is het, heet het? De donderpad. En we hebben hier een specht zitten en vleermuizen en salamanders. Ja, dit hier natuurlijk 40 jaar op sommige gedeelten komt er iemand. En iemand van ons die houdt het helemaal bij, een stukje natuur. Waar is het er gevoelig voor? Ja, nou normaal gesproken wel. Maar het lijkt wel of als onze naam ergens bij staat dat er hele andere regels gelden. Weet u wat het is? De Hells Angels liggen onder een vergrootglas. Satu Dara blijft jarenlang juist buiten de publiciteit. De club groeit snel. Nou, dit is gewoon in principe dan het clubhuis, zeg maar. We hebben allemaal zitjes. In principe dat als we andere clubs hier, andere chapters over de vloer hebben, dan kan je precies met z'n zessen kun je, zeg maar, in een bankje zitten. Dus elke kader van elke chapter die kan dan gewoon zijn eigen stekje hebben, zeg maar. Hoeveel mensen kunnen hier terecht? Oh. Ja, hoeveel mensen kunnen hier terecht? Ik denk dat wel een mannetje of 400-500. Zit het hier geregeld vol? Ja, het zit hier geregeld vol. We hebben natuurlijk onze clubavonden en ook MP-meetings en zo. Dat gaat over heel Satu Dara. En dan zit het geregeld vol hier. Ja. Satu Dara heeft 17 afdelingen door het hele land. Die worden bestuurd door een nationale raad. Die raad staat ons te woord. Hoe wordt iemand lid van jullie club? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Moet je daar een motor voor hebben? Kun je je ergens melden? Hoe gaat zoiets? Het is niet zo dat wij zeg maar, de deur open houden voor Jan en alle man. Dat dan iedereen zomaar, zeg maar, zijn eigen kan aanmelden. Ik bedoel maar mee te zeggen van... in zoverre moet een nieuw lid wel aangedragen worden door een bestaand lid. En daar moet je ook wel, zeg maar, borg voor staan. In zoverre. Ja, wat houdt dat in? Borg staan? Nou, borg staan in zoverre wat ik daarmee probeer te zeggen. Dit is wat wij hebben. Dit is toch een bepaalde goed wat we willen bewaken. Dat het toch iets is van ons. Het is iets exclusiefs, zo zien wij het ook. Het is een broederschap. En dat past niet zomaar iedereen tussen. Satu Dara. De club wordt opgericht in 1990 door 9 vrienden. 7 van hen zijn van Molukse afkomst. De Molukse rol binnen het motorclub Satu Dara speelt een heel belangrijke rol. Kijk, die twee Hollandse jongens, waarvan één mijn zwager is... die voelen zich eigenlijk al thuis binnen het Molukse samenleving, gewoontes en dat soort dingen. Dus het is helemaal niet moeilijk om het gewoon over te nemen. Ja. Wat zijn die Molukse gewoontes? Openheid, gastvrijheid. Maar als het moet... Dan kan het ook. Eigenlijk moet je het zeggen, je moet met een Molukker zo omgaan dat je hem niet moet kwetsen. Het is net wat jij dat zegt, Abdo. No mistake, kindness for weakness. Ja. Mm-hmm. Dat speelt een centrale rol. Het is heel veelzeggend binnen onze cultuur dat als jij, zeg maar, bij ons hier komt, en dan stel ik me eigenlijk ook open voor jou. Je krijgt van mij te eten, te drinken. Weet jij, je mag mijn huis beschouwen als jouw huis. Maar je mag die vertrouwen ook niet beschamen. Ja. Daarmee wil ik dus zeggen, als je daarmee, zeg maar, ook je disrespect in toont... Weet je, dan kun je aan mij ook je ergste vijand krijgen. We hebben een traditie, een ceremonie, waar je dus van een hangaround naar een prospect komt en tot een voetcaller. En in die ceremonie wordt er een krijger eigenlijk, of een kind, een krijger, zoals het in de Molukse,
gewoontes wordt gedaan. Dat wordt bij ons ook gedaan. En eigenlijk wordt het dus in dat hele krijgerschap wordt verteld dat je als kind nu volwassen wordt. En bij ons wordt het gewoon gezegd van, joh, je bent niet meer het oude, je bent een broeder geworden van Satudara. Dus dit zijn je vrienden, klaar. De Nationale Recherche stelt dat namen van diverse leden van Satudara in het politieregistratiesysteem staan wegens hennepteelt en drugshandel. Het wordt zo opgeklopt daarin, ook weer. Weet je, dat zelfs onze clubadvocaat er ook altijd heeft gezegd, als het daadwerkelijk iets was, dan zou er toch al een bewijsvoering of een zaak of een onderzoek lopen tegen leden van ons. Want het is niet iets wat dateert van het afgelopen jaar. Het is al iets waar ze kennelijk al afgelopen jaren dreigen al over buigen. Maar er staan kennelijk namen van individuele leden in het politiesysteem. Met luister, we hebben 400 mensen. Ja. Ik kan niet zeggen van elke 400 mensen dat we weten wat die elke dag uitvreten. Snap je wat ik bedoel? De drijvende kracht achter de afdeling Enschede is Michel Boer. Boer heeft een uitgebreid justitieel verleden. Hij is veroordeeld wegens een mishandeling in een seksclub, 2 zware mishandelingen op straat en een poging tot doodslag. Wat is er met u aan de hand? Met mij is er denk ik helemaal niks aan de hand. Nee? Nee. Nou, er liggen toch een aantal veroordelingen ook. Ja, moet er dan wat met je aan de hand zijn? Ja. Verliest u snel uw zelfbeheersing op straat? Of? Nee, hoor, helemaal niet. Maar ik bedoel, kijk, op een gegeven moment als een mens, mijn vrouw zeg maar, lastig vallen, die helemaal zwaar doorgesnoven zijn en zwaar onder de drugs, en die beginnen haar te betasten en aan de borsten te zitten, dan ga ik niet de politie bellen. Want daar ben ik zelf bij. Dat regelt u zelf dan? Dat regel ik op dat moment zelf dan. En ja, de rechter die zal dat bijvoorbeeld niet goed vinden. Moet je dat wel doen? In principe niet. Nee? In principe niet. En dan kom je vast te zitten. Maar ik bedoel, dan zit ik vast. En dan daar heb ik vrede mee. Waarom kijkt u daarna tegenaan? Die mensen hadden dat verdiend, of wel? Ja, wat heet verdiend? Ik ben zo, je moet nooit iemand iets aandoen wat je zelf ook niet wilt dat jou aangedaan wordt. Ik denk als mensen zo leven, dan zal er weinig problemen in de wereld zijn. En ik loop nooit doorgesnoven en met drank op in de stad. Ja, ik ben altijd gewoon nuchter. Ik rook niet, ik drink niet, ik gebruik geen drugs. Weet je, en ik laat iedereen met rust. En ik wil ook gewoon met rust gelaten worden. En ik merk gewoon aan mensen die gewoon zwaar onder de drugs en zwaar onder de alcohol zitten. Ja, die daar gewoon een hele andere kijk op hebben. En die willen gewoon alles doen wat hun op dat moment willen. En ook al waarschuw je ze 1, 2, 3 keer, dan willen ze toch niet luisteren. Hmm. Ja, en op een gegeven moment is bij mij dan de maat vol. Wij screenen niemand. Wij zoeken wel mensen die een warme gevoel hebben. Ook wat hun verleden mag zijn. Maar hier moet je je broederschap en de warmte terug zien te vinden. Kan hij dan niet nog een keer op afgerekend worden? Ik bedoel maar te zeggen, als iemand zijn eigen inschrijft bij een voetbalclub en hij heeft in het verleden is hij in aanraking geweest met justitie, maar het blijkt gewoon een uitmuntende voetballer zijn. Uh-huh. Dan moet zijn justitiële antecedenten geen reden zijn om zeg maar geweigerd te worden bij die voetbalclub. Uh-huh. Alhoewel hij wel een talent is voor de voetbalclub. Snap je? En zo is dat ook hier binnen deze club. Het zijn individuele zaken die volgens de leden niets met de club te maken hebben. Zo speelde ook een zaak tegen Rini S., een prominent lid van de Hells Angels bij de afdeling Amsterdam. In 2005 bedreigt hij deze man, Paul Epskamp. Epskamp wordt beschuldigd van het stelen van een grote partij hash. Rini S. zegt in een telefoongesprek dat Epskamp onmiddellijk naar Angel Place moet komen, omdat hij anders 's avonds bij zijn dochter zal langsgaan. Een paar dagen later wordt Epskamp naar Roosendaal gereden. Daar wordt hij bedreigd met rottweilers en een honkbalknuppel. En er worden meerdere gaten in zijn knieschijven geboord. Epskamp heeft dagenlang vastgezeten, tot hij sterft. Zijn lijk wordt op een bouwterrein gedumpt. Het Openbaar Ministerie probeert Rini S. achter de tralies te krijgen wegens betrokkenheid bij deze marteling. Maar in hoger beroep blijkt dat het bewijs daarvoor ontbreekt. Rini S. wordt juni 2010 vrijgesproken. Je mag vragen stellen, maar of ik de antwoord op geef, dat is punt 2. Want dit heeft niks mee te maken met Hells Angels. Dit is over een bepaalde persoon.
ik zie het allemaal als flauwekul. Heeft u daarover gesproken met hem? Nee, ik verdiep niet in die dingen, dus ik ga ook geen vraag stellen aan die persoon. Want dat is wel een afschuwelijke gebeurtenis geweest. Ja, maar hij is ook vrijgesproken. Dus wat wil je nog meer? De rechter heeft gezegd, het is niet zo. Nou, dan is dat toch wel voldoende, denk ik. Dan kun je erop door blijven gaan. En het is heel erg als het echt gebeurd zou zijn. Ja, zo lussen kunnen we wel een. De zaak tegen Rini S. wordt genoemd in het interne document van de Nationale Recherche. De betrokkenheid van leden van motorclubs bij moorden lijkt eerder regel dan uitzondering, concludeert de politie. Ik vind dat als je in hoger beroep bent vrijgesproken, dan ben je nooit veroordeeld geweest voor moord of doodslag of gijzeling. Dan ben je vrijgesproken. En dat betekent dus dat je gewoon dat er niks tegen je ingebracht is kunnen worden. En dat betekent dus dat zo'n stuk in zo'n rapport heel gevaarlijk is, omdat de man weggezet wordt als crimineel. Terwijl er geen bewijs is dat hij crimineel is, omdat de rechter hem vrijgesproken heeft. U noemt een persoon met naam en toenaam. Ja, maar dat is niet raar als we het hebben over een politierapport. Wij willen niet alleen elkaar ervan op de hoogte brengen wat er in deze wereld speelt. En dat we alert moeten zijn op zaken die mogelijk uit de hand gaan lopen. En dat wij daar namen bij noemen, dat is volkomen logisch wat ons betreft. Satu Dara en Hells Angels. Leden van beide clubs zitten volgens de recherche diep in de criminaliteit. En dat wordt afgeschermd voor het grote publiek. Dat geldt ook voor de strijd tussen de beide clubs. Voor het oog van tientallen camera's werd benadrukt dat het nu vrede is in Nederland. Maar volgens de recherche is dat schijn. In Denemarken, Noorwegen en Duitsland ging het jaren mis. Hells Angels vochten in die landen vanaf 1994 met andere motorclubs. Aanvallen met raketwerpers, tientallen moordpogingen en vele doden waren het gevolg. Aartsrivaal van de Hells Angels in deze strijd is motorclub De Bandidos. Om zo'n oorlog in ons land te voorkomen, richtte de motorclubs een overlegorgaan op, de Raad van Acht. De Hells Angels verbieden in die raad contact met De Bandidos. Zoals bij iedere club of vereniging of wat dan ook, dan hebben wij regels en afspraken. En dat hou je eraan. En als je daar niet aan houdt, dan moet je maar opstappen. Maar leden van Satu Dara komen toch in contact met De Bandidos. Ze bezoeken in Duitsland regelmatig feesten van die club. Wij hebben duidelijk met De Bandidos afgesproken. Luister, wij gaan naar jullie feesten, maar jullie zijn niet welkom in onze feesten. Waarom niet? Omdat wij het rust en het vrede in Nederland willen bewaren. Ja. En dat is voor ons genoeg geweest. Maar om dan tegen De Bandidos te zeggen van, nee, jullie zijn niet bevriend met de Hells Angels, dus jullie worden niet bevriend met ons, dat is een beetje te ver. En als je contact zoekt met die lui, dan zijn dat tegen de afspraak. Ja. En dat was dus contact met De Bandidos. Onder andere. Dat is ook de kern van het conflict binnen de Raad van Acht. Dat is een meningsverschil, dat is geen conflict. Dat is een meningsverschil wat wij hebben met de Hells Angels. Een conflict, dat is erger dan een meningsverschil. En ik wil het alleen maar zeggen, dat is een mening die wij hebben. En ja, dat is een verschil. Nou ja, als je uit een overleg stapt, dan heb je een meningsverschil en toch ook wel een conflict. Nou ja, dan tellen die meningsverschillen dan in deze zo zwaar. Ja, dan wordt het een conflict, of niet? Geven, maar dat raakt ons verder eens niet. En dat is wat ik dus bedoel te zeggen. Daar komt dus dan weer die onafhankelijkheid van onze clubcultuur in het geding. Dat wij daarin ons door niemand laten vertellen wat we wel of niet moeten doen. Het opstappen van Satu Dara uit de Raad van Acht heeft volgens de Nationale Recherche een heel andere reden dan alleen maar feestjes in het buitenland. Het conflict draait om een strijd om de macht op de drugsmarkt. In het document staat: andere motorclubs hebben groot financieel belang bij de toegang tot Nederland als drugsknooppunt. Door de verzwakking van de Hells Angels proberen De Bandidos hier voet aan de grond te krijgen. Kijk, wat er speelt internationaal al jaren is dat wij in internationale drugshandel, dat wij zien dat met name de Hells Angels een rol hebben. En soms is dat om transport te organiseren, soms is het als afnemer. Dus dat is al, ja, dat is niets nieuws, dat is niet van vandaag de dag.
dat er heel veel geld mee te verdienen is. Daarmee zeg ik ook niets nieuws. En dat daar dus, om dat te kunnen doen, dat het nodig is om inderdaad positie te hebben, maar ook te houden. Ja, dat is voor ons in ieder geval volkomen logisch. Dus op het moment dat daar concurrenten op de markt komen, en dat zouden andere criminele groeperingen kunnen zijn, maar dat zouden ook andere motoclubs kunnen zijn, ja, dan ontstaat daar natuurlijk een machtsstrijd. Is dat eigenlijk dus het conflict dat we zien? Gaat het om drugs? Dat kan om drugs gaan, dat kan om afpersing gaan, dat kan om andere soorten van criminaliteit gaan. Maar drugs is wel een hele belangrijke en ook een hele lucratieve. Maar zoals we net al hebben uitgelegd hoe we in contact zijn gekomen met onder andere bandidos. Maar dat daar dan weer een hele theorie op losgelaten wordt. Ja. Wat wil je nou dat ik erop zeg? Ik denk dat die jongens van de Nationale Recherche te veel films kijken. Ik denk dat het probleem is. Je zal toch heel dom zijn als je met je jasje dingen gaat ondernemen. Ja, wat je dan ook doet, slaat er geen nerf op. Ze kijken te veel speelfilms. Moet ze niet zoveel doen. Ze allemaal een beetje kinderachtige ventjes rondlopen. Ja, echt kindjes. En die kijken te veel tv. En dat is het probleem met de Nationale Recherche. Sinds ik president ben, zijn ze al 7 keer bij mij geweest met de mededeling dat ik op de dodenlijst sta. Dat ze uit betrouwbare bronnen hebben vernomen van, dat ze mij willen liquideren. Wie? Dat weet ik niet. Ik zeg, wie dan? Maar dat zeggen ze niet. Maar hun zeggen, ja, wij moeten, als wij wat hebben gehoord, dan moeten we ingrijpen. Nou, dat hebben ze 7 keer gedaan. En ik weet, het is allemaal om paniek te zaaien. Maar hoe gaat zoiets in zijn werk dan? Komt er een politieagent aan uw deur? Dan komen ze helemaal schichtig, komen ze met de kraag helemaal, net als een film. En dan willen ze met je praten. En ik zeg van, komt u maar daar naartoe. En dan zorg ik dat er een camera achter me staat. Nou, dan worden ze al schichtig, dat willen ze niet. En of ik naar buiten wil komen. En dan zeggen ze het boze van, u staat op de dodenlijst. En dan? En ik zeg, we hebben het vernomen van betrouwbare bronnen. Maar wat moet u dan doen? Moet u onderduiken? Of? Dan verwachten ze dat ik in paniek raak en dat ik ze misschien verhalen ga vertellen. Volgens de Nationale Recherche vervallen leden van motorclubs in drugscriminaliteit omdat het clubleven duur is. De feesten, Harleys en buitenlandse reizen, er zijn duizenden euro's voor nodig om het te kunnen volhouden. Maar hoeveel precies is onbekend. Dat hangt af van de club, dat hangt af van de chapter. Het rapport is al een poosje geleden geschreven. Dat zou nu weer heel anders kunnen zijn dan toen dat geschreven is. Dus daar waren we. Maart 2010. Ja. Het zou binnen een jaar wel heel veel veranderd moeten zijn. De situatie in Nederland is wel redelijk veranderd inderdaad als het gaat over deze clubs. Grote expansie, precies de reden die ik al noemde waarom de spanning is opgelopen. Dus ik waag me niet aan een bedrag. Maar de redenering is van omdat het tienduizenden euro's is, hebben ze ook geen reguliere baan. Mm-hmm. Klopt die redenering wel? Dat zou kunnen zijn. Kijk, de opstellers die... Zou kunnen zijn, maar het staat heel hard in het onderzoek. Ja, ja. Dus de opstellers die hebben daar ongetwijfeld, dat is een verantwoord document, die hebben daar onderzoek naar gedaan. Die hebben vanuit verschillende bronnen hebben ze dat samengesteld. Dus ik ga ervan uit dat als dat daar beschreven staat, dat gewoon klopt. Kijk, dat is weer een conclusie wat de politie verzint. Maar u mag nu even zeggen hoe het zit. Nou, hoe duur is het om een Hells Angel te zijn? Ik noem ook geen bedragen. Wij hebben een contributie en dat hoort omdat wij ook elektriciteit et cetera moeten betalen. En wij gaan ook naar het buitenland. Ja? Mm. En dat als is je, toch niet gratis allemaal? Luister, als je het niet kan, dan ga je niet. Dus dan kost het je ook niks. Ja, je kan ook op vakantie gaan voor 10.000 euro, maar je kan het ook doen voor 500 euro. Ik bedoel, dat is toch, als jij nou een reisje naar het buitenland maakt, omdat we daar een run hebben. Nou, je rijdt er op de motor heen, je neemt een goedkoop hotelletje, het eten is daar. Dat hoeft helemaal niet veel te kosten. Ja, maar je moet een motor hebben, ja. Je moet gaan reizen. Ja. Hoe duur is het om een Hells Angel te zijn? Een Hells Angel is niet duur, want we hebben elkaar, we dekken elkaar. Als ik geen geld heb, dan wordt er voor mij gezorgd. Het is niet duur. Wat daarin staat is allemaal lariekoek. Maar hoe duur is het?
Dat zeg ik ook niet. Het is gewoon, wij kunnen het doen. Maar als je bedoelt van, hoe kom je aan het geld? Hey, het komt niet door drugs of wat dan ook. Het is geld wat we zelf hebben verdiend door werken. Ja. En keihard werken. Reguliere banen. Wat doen de mensen zoal? Nou, we hebben verschillende soorten. Ik ga niet alle beroepen zo. We hebben gasten die werken in een fabriek. We hebben gasten die hebben een eigen onderneming. We hebben gasten die werken bij de brandweer, ziekenhuis, et cetera, et cetera. We hebben ook een postbode. De motorclubs hebben een dominante positie in de drugscriminaliteit volgens de recherche. Om die stelling te onderbouwen, wordt 17 keer een voormalige Hells Angel uit het buitenland aangehaald. Een van de zorgen die ik bij dit stuk zou hebben is van, waar baseer je nou op? Kijk, in een goed wetenschappelijk werk moet iedere zin, iedere opmerking, iedere bewering die je doet, die moet je kunnen ondersteunen met bronnen. Maar die bronnen moeten wel enige stevigheid hebben. En zo wordt hier bijvoorbeeld uitgebreid uit een Canadees onderzoek geciteerd. En je moet je afvragen in welke mate is een Canadese situatie met motorclubs van toepassing op de Nederlandse situatie met motorclubs. Totaal ondergefundeerd. Uit niets blijkt dat dat wat daar gesteld wordt ook daadwerkelijk waar is. En zo staat het hele rapport bol van de opmerkingen die, waarvan ik zeg, als ik dus kijk naar waarop is het gebaseerd, ik niets kan vinden. Ja, buitenlandse literatuur, literatuur over Hells Angels clubs in Canada of Hells Angels clubs in Denemarken of in Duitsland. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat ook zonder meer zou moeten gelden voor Hells Angels clubs in Nederland. Wij zien werkwijze in het buitenland van deze clubs waarvan wij zeggen van let op, dat zou in Nederland ook kunnen gebeuren. Dat is heel wat anders. En daarmee zeggen we niet, dit is een wet van mede en persen. Nee, u zegt niet dat het hier ook zou kunnen gebeuren. Maar we zeggen wel van, u concludeert eigenlijk dat het gewoon hier in Nederland gebeurt op basis van die buitenlandse onderzoeken. Nee, dat is iets heel anders. Ik zeg tegen u dat ik in ieder geval zie, als u afpersingen noemt, dan kan ik u melden dat inderdaad dat in Nederland aan de orde is. En dat bijvoorbeeld in de horeca, we nu op een aantal plekken in Nederland, dat de Hells Angels en de Satudara, of in ieder geval leden daarvan, inderdaad daarmee bezig zijn. En dat dat ook in het buitenland gebeurt. Dus in die zin zit daar een parallel. Op 19 oktober doet de Nationale Recherche invallen bij Satudara. 11 personen worden aangehouden. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan bedreiging in de horeca en aan een mishandeling. Bij de Hells Angels is begin oktober ook een arrestatie verricht. De vicepresident van de club, Harry S., wordt verdacht van afpersing. Het zijn allemaal acties tegen individuele leden van de motorclubs. Het geeft wel aan dat leden van de Hells Angels zich bezighouden met de zwaarste vorm van georganiseerde criminaliteit. Dat mag wel duidelijk zijn. Maar wat zegt het over de club? Dat zegt over de club niet zoveel. Op het moment dat we dat steeds meer gaan zien. En wij komen toch wel vrij veel leden van de motorclubs, zowel Satudara als Hells Angel, komen wij tegen in onze onderzoeken. Dan zegt dat wel wat. En dan? Nou, dat betekent dat wij die individuele leden aan gaan pakken voor de feiten die ze plegen. En de club? De club daar is pas op het moment dat de club in zichzelf, zeg maar het orgaan is, de organisatie is die de feiten pleegt, dan hebben we een andere situatie. En vooralsnog concentreren wij ons op de leden. Als het daadwerkelijk zou gaan, zoals de politie stelt, om de vraag wie gaat het in Nederland uitmaken, wie gaat de drugshandel in Nederland bepalen, is dat of de Hells Angels of is dat Satudara, dan, en dat wordt gesteld, dan is het een kwestie van onderzoek dat de politie moet doen om te kijken of dat daadwerkelijk waar is. En als dat als het waar is, kan het zijn dat het begin van oorlog zou kunnen betekenen. Is het eigenlijk gewoon Hells Angels in oorlog met de Nationale Recherche? Dat is het. En je bent, we mogen elkaar niet. Nee, dat is wel duidelijk. Precies. En waarom? Omdat ze bij ons niks kunnen vinden. Er is niks. En dan creëren ze zulke verhalen. Ze hebben geen bewijs. Ik zie het meer op dit moment als een hetze tegen Satudara. En eigenlijk niet alleen tegen Satudara, eigenlijk tegen gewoon alle motorclubs in Nederland. Ze hebben het destijds geprobeerd met de Hells Angels om er een criminele organisatie van te maken. Nou, dat is er niet gelukt, omdat het ook niet is. Nou, dan zijn wij de volgende op de lijst. Het liefste wat hun willen, dat wij gewoon helemaal van de planeet verdwijnen. Ja? Oplossen als sneeuw van de zon. En dat gaat nooit gebeuren. Programma afgelopen. KRO.nl gaat verder.